Slecht nieuws voor alle luisteraars van het Radio Oost-programma Klaarwakker. Want morgen vroeg is het de allerlaatste uitzending van Martijn Nijhuis. Hij vertrekt naar de NOS, straks bij ons aan tafel, zijn laatste avondmaal. Dat allemaal over een paar minuten, dan zijn we er. En u hopelijk ook. Tot zo. Martijn Nijhuis gaat weg bij Oost. Is het een vlucht? Ja, hartelijk welkom op deze maandag, de 25e november 2008. Maar we gaan eerst naar het mannetje van de radio. Een blonde vlierenfluiter die de afgelopen 2,5 jaar het ochtendnieuws aan elkaar kwetterde. Wij gaan het hebben over de vogel. En vogels die heb je natuurlijk in allerlei soorten en maten. Je hebt vreemde vogels, zangvogels, trekvogels, watervogels en roofvogels. En je hebt natuurlijk de vroege vogel. Martijn Nijhuis is zo'n vroege vogel. De afgelopen jaren moest hij voor dag en dauw uit de veren voor de presentatie van het ochtendnieuws op Radio Oost. Heel goedemorgen. En elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, dus Martijn maakte radio op zijn geheel eigen wijze. Nu vliegt hij uit naar Hilversum om daar bulletins te gaan presenteren. Weg van het oude nest, moeten wij dit zien als een vlucht? Dat mag Martijn zo zelf gaan zeggen. En tevens willen wij natuurlijk graag antwoord op de vraag waarom hij zo'n gepassioneerde vogelliefhebber is. Ja, Martijn, leg ons eerst even uit waarom jij zo'n gepassioneerde vogelliefhebber bent. Ja, dat weet ik niet. Ik weet al waar je op doelt natuurlijk. Ik ben heel bang geweest voor vogels. Ik vind ze nog steeds verschrikkelijk. Maar je gebruikt het woordje geweest? Ja. Ik ben niet meer. Vroeger als ik het woord vogel hoorde, dan dook ik al weg. Hoe kan dat? Weet ik niet. De psycholoog die mij behandeld heeft, daar heb je ook ooit een filmpje van uitgezonden. Op de radio die zei, het is een enkelvoudige fobie, dus je vindt vogels niet zo heel leuk. En dan ontwijk je ze een beetje en dan gaat het van kwaad tot erger. En ja, dan eindigt het mee dat je de straat niet meer op gaat als de markt is geweest. Zo. Al die rotvogels die dan om je heen scheren. Maar stel dat er een kraai in één keer op je schouder zou vliegen. Ik ben wel eens van mijn fiets afgevallen, ja, midden op het Marktplein in Deventer. Dat was heel leuk, ja. Maar die psycholoog waar je het over hebt, dat was iemand die 's morgens in jouw radio-uitzending kwam. En die heeft 2,5 jaar het ochtendprogramma Klaarwakker gedaan. Ja. Hoe was dat de afgelopen 2,5 jaar? Zwaar, maar heel erg leuk. En ik weet ook wel, de baan die ik nu krijg wordt... Ik hoop dat niemand uit Hilversum kijkt, maar... Nee, tuurlijk. Die wordt niet zo leuk als de baan die ik nu heb. Oh, waarom ga je dan weg? De belangrijkste reden is dat het heel zwaar is. Waarom? Dus, waarom is het zo zwaar? Half 4 opstaan, 4 uur hier zijn. Dus ik word een dag ouder. Er zijn er meer die in het doen. Met allerlei collega's in het Hilversum zo. Die zweren bij de ochtendshow. Die vinden dat geweldig. En daar passen hun leven er maar op aan. Ja, dat heb ik ook gedaan. Want weekends heb je niet meer. Want om 9 uur 's avonds zaterdag dan val je gewoon in slaap. En op zondag dan ging ik alweer hier naartoe om... de uitzending van maandag voor te bereiden. Dus het is niet zo dat je om 3:30 morgens deze studio binnenwandelt en begin met je uitzending. Hè? Dan gaat een dag vooraf, gaat er helemaal voorbereidingen. Ja. Nou, je weet natuurlijk niet wat het nieuws is, maar je kan natuurlijk. Ik overleg wel met de psycholoog of vast waar ik het over heb. Of mijn oma die belde in de uitzending. Ze vroeg even van, nou, wat weet het over hebben. Ja. Nee, je bent niet van het type van berichtjes voorlezen, verder geen flauwekul. Nee, ik vind het juist die flauwekul maakt het nou juist leuk. Maar moet het in een nieuwsprogramma? Vroeg hij heel serieus. Toen ik hier kwam werken, zei ik wil het heel graag doen. Maar dan wil ik niet een nieuwsprogramma maken, maar een programma met nieuws. Dus dat je... Het idee was een beetje van elke 20 minuten moet je een keer grinniken. Je moet, als je op je werk komt, ongeveer weten wat er speelt in de wereld. En je moet weten wat voor weer het wordt. En je moet er vooral een beetje goed gevoel aan overhouden. Maar dan vervang je na 12 jaar Hans van Wieren, hè? Waaraan de luisteraar natuurlijk helemaal gewend was. Hoe was het voor de luisteraars dat Martijn Nijhuis in één keer op die... Nou, niet voor iedereen was het even makkelijk, nee. Ik heb wel wat vervelende mailtjes gehad. En, wat inhoudt dan? Nou, kan die schreeuw lelijk niet weg tot... hij heeft nergens verstand van en die komt nooit bij de landelijke omroep terecht. Dus daar moet je bij gemak. Maar ik heb ook een paar mensen heb ik opgebeld of teruggemaild en heb het uitgebreid over gehad. Zo van, ja. Ik kan me nog herinneren dat je iemand hebt gebeld, een mevrouw. Ja, met ook in de uitzending. En die zei van, oh ja, zo had ik het nog niet bekeken. En ik ben zelfs bij mensen die het programma zeiden ze heel slecht vonden op bezoek geweest. Echt? Thuis. En ik zei, nou ja, daar moet ik er over hebben bij een flesje wijn. En, die maar dat deed je in je vrije tijd? Ja, toen ging ik naar mijn werk. Dan zei ik, nou ja, dan kom ik even langs. Daar hebben we het over gehad. En dat zijn nu min of meer vrienden. Het klinkt als zieltjes winnen. Ja, eigenlijk wel, ja. Is ook wel een beetje zo. Maar ik wil natuurlijk wel dat iedereen je goed vindt. Hè? Ik bedoel, al die mensen die dit werk doen... Ik kan zeggen, die paar luisteraars die je leuk vinden, laat maar lekker... ik doe het toch op mijn eigen manier.
Ja, maar iedereen die dit werk doet, is een beetje, heeft een soort zelfoverschreeuwend minderwaardigheidscomplexje, zeg maar zeggen. Je wil toch dat iedereen hem leuk vindt. Anders dan doe je het eigenlijk niet, toch? Ben jij in zo'n uitzending dan ook het, zeg maar, het ochtendvriendje bij de mensen thuis? Ja, dat merk ik wel. Ik krijg wel mailtjes van mensen binnen die, die voelen zich ook heel betrokken. Dus ja, als ik... ik heb wel eens van die blunders gemaakt bijvoorbeeld. Vertel. Nou, er zijn niet echt hele leuke blunders. Ik heb de grootste die ik heb gemaakt was over een meisje dat was overleden. En het bericht eindigde met de mededeling dat de moeder het kind even uit het zicht was verloren. En toen heb ik, let er altijd op in die dag niet. En toen startte ik dus Niemand laat zijn eigen kind alleen van Willy en Willeke Alberti. Ja. En toen kon ik toch wel merken dat er heel veel mensen luisteren, ja. Want toen ontplofte de mailbox bijna en de telefoon die bleef maar rinkelen. Dus, Maar daar heb ik de dag erop mijn excuses voor aangeboden. Dus. Ja, dat is dan wel heel pijnlijk. Ja. Hey, we hadden het over blunders, zeg maar, op de radio. Je bent natuurlijk ook televisiepresentator. En wij hebben een archief. Oh, ja. Een museum, een laboratorium en een educatief centrum moeten de tuinen van Mien Ruijs in Dedemsvaart voor de toekomst veiligstellen. Dat staat in een overlevingsplan die de stichting beheert. Heeft gemaakt. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Af en toe valt er nichte neerslag. Ja, met Martijn. Ja, met oma. Hi. Hi, wat hoor ik? Hij volgt haar achterna. Hoezo? Ja, je moeder zegt dat je vertrekt daar. Je hebt toch geen schop in de kont gekregen, hè, zoals vogelen? Nee hoor. Nee? Nee, ik ga gewoon terug naar de NOS. Het is 7 uur. Goedenavond, ik ben Martijn Nijhuis. Dit gaan we weer horen nu, hè, de toekomst. Jij komt weer voorbij op Nederland 1, op Radio 1, 2 en 3. Ja, dat nieuws klopt. Nieuws Nou, begrijp ik dat een, zeg maar een berichtje op 1, 2 of 3, dat zit anders in elkaar. Dat moet anders gelezen worden. Ik heb een berichtje voor je. Zou je dat zeg maar eerst op de Radio 1 manier kunnen voorlezen? En daarna op de Radio 2 manier, daarna op de Radio 3 manier? Ja, nou, dit is nog niet plechtig genoeg voor Radio 1, hoor. Nee? Nee, de zin die hier staat is: de beroemde modeontwerper Henny de Bruin is vanmiddag bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Oh, dat is die van Herman Finkers, ja. Ik zie het. Radio 1 zal beginnen met In zijn woonplaats. En dat wordt dan ook een beetje plechtig gedaan. Dus dat is, even kijken, nou, we zeggen Beuningen, is wat toepasselijk. In zijn woonplaats Beuningen is de beroemde modeontwerper Henny de Bruin vanmiddag om het leven gekomen. De Bruin genoot vooral in de jaren 70 bekendheid vanwege zijn fleurige creaties. Hij werd overreden door een beige vrachtwagencombinatie. En Doe gelijk de Radio 3. De Radio 3 naar Radio 2, ja. Ja, hoe zouden we dat doen? Is natuurlijk wat hipper, wat jonger. Dat is wat hipper. Ja. Nou, en op 3FM hoeft het nieuws niet te beginnen met het nieuws. Hè. Het is bedoeld voor mensen die niet bovenmatig geïnteresseerd zijn in het nieuws. Dus je moet beginnen op een manier dat mensen denken, hé, wat is dat nou? Ja. Dus dan zouden ze denk ik beginnen met, even kijken. Je had een heel mooi beige pak aan, er zitten nu wat rode vlekken op. De beroemde modeontwerper Henny de Bruin. Hij had een hele leuke dag, nu is hij overleden. Hij werd 70 jaar. Oké, dat maakt gelijk dan ook duidelijk. Ja. Vanaf wanneer ook weer? In 1 december. 1 december in Hilversum. Ja. Dus dan hoort u al een... De vertrouwde stem van Martijn. Van Martijn, maar dan handelijk. Ga je wel missen hoor, Martijn. Ja, ik weet niet zoveel.